Oké. De eerste vlindertjes laten zich alweer gewoon overdag zien. Dit is de voorjaarskortvleugelmot. En deze heeft grote vleugels en zit overdag zo op een stam. Dan weet je, dat is een mannetje. En dat weet ik omdat het vrouwtje heeft wel vleugeltjes, maar heel klein en die kan niet vliegen. En dit zijn zwartkamdwergspanners. Wauw, ik moet zeggen, die heb ik nog nooit parend gezien. En het zijn zulke mooie beestjes. Oei, oei, oei. Heel algemeen. Echt ontzettend algemeen. Maar goed. Ik zal ze even veilig op de boomstam zetten. Hoop ik. Ja, dat is natuurlijk altijd... Ja, we gaan de verkeerde kant op. Kom op, jongens. Ja, goed zo. Wauw, en kijk eens die camouflage. Als ze niet waren opgevlogen met z'n tweeën, had ik ze nooit gevonden waarschijnlijk. Als de zwarte kammetjes weer rondvliegen op de hei. Dan is het weer voorjaar. Prachtig. Kijk, daar zit nog een mannetje van de voorjaarskortvleugelmot. Deze heeft iets meer zwart in zijn vleugels. Sommige trouwens zijn helemaal zwart. Of bijna helemaal zwart. Ze zijn behoorlijk gevarieerd. Ja, en dit zijn ook wel hele aparte beestjes om te zien altijd. Dit is een larfje van een gaasvlieg. En kijk hoeveel rotzooi ze op hun rug verzameld hebben. Je ziet daar het koppie, de pootjes, een beetje. Ik geloof dat ze die troep op hun rug hebben omdat ze dan onsmakelijk zijn. Voor whoever deze beesten wil eten. En voorop hebben ze, als het goed is, ja, even erop focussen. Ja, hebben ze twee van die kaken zitten. Aparte beestjes. Ik stond op na dat gaasvlieglarfje en ik zie gelijk een van de kokermotjes die ik altijd zoek. Dit is de driekleurige bremkokermot. Hartstikke leuk soort. Best een beetje zeldzaam. Ik heb hem zelfs jaren geleden een beetje herontdekt voor Nederland. Mensen hadden hem al heel lang niet gezien. En toen vond ik ze ineens hier in Hilversum weer. Ergens waar ze... Hier waren ze vroeger ook al gezien. En het is er niet één. Want ik maakte net dit filmpje en ineens zie ik er nog drie zitten. Dus die film ik ook even. Niet te geloven, hier zitten er gewoon drie op een rij. Hier een lekker lelijke. Zie je? Dat ziet er al niet meer uit. De volgende op het takje ernaast. Even kijken. Hier... Kijk nou toch, nog eentje. En nummer 3 hier beneden. Dat is een topbremmetje dit, jongens. Er zullen er wel meer in zitten dan 4. Dit is de grijze heispanner. Kom jij eens even hier. Ik weet dat je moe bent. Nee, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Niet zo moeilijk doen. Ah, man. Nou, oké. Okay.